Ik geloof in online kunst kopen. In deze video laat ik je zien welk werk ik verkocht via Katawiki, hoe ik het inpakte en hoe het dus veilig bij de koper kwam. Mijn naam is Astrid Moors. Ik ben van de Visuele Orde. En natuurlijk geloof ik in online. Ik ben fan sinds de uitvinding van internet. Katawiki? Daar had ik wel eens van gehoord, maar ik deed er nog niks mee. Ik dacht dat het meer een soort van antiek marktplaats was. Maar ik heb gezien dat er ook veel hedendaagse kunst wordt aangeboden. Weet je, ik probeer het gewoon, dacht ik. Wat heb ik te verliezen? Ik zet de bodemprijs op een reële prijs en voor minder wordt die dan niet verkocht. Het eerste schilderij wat ik daar te koop aanbood was deze, Make Me a Forestry, 50 bij 60 centimeter. En zo is het werk tot stand gekomen. Afgezaagde bomen, atmosferisch perspectief, een jachtkansel, een ladder. Hier in een paar seconden. In werkelijkheid duurde het een paar weken. En weer een beetje neonverf. Bam! Gelijk verkocht. Katawiki krijgt 12,5% en ik draag natuurlijk nog 9% btw af. En dan inpakken om op te sturen. Ik had deze hoekjes nog liggen. Ik geloof dat mijn moeder zei, heb je hier iets aan? Ja. En natuurlijk mijn YouTube flyer erin. En een persoonlijk geschreven briefje voor de koper. Het is sowieso allemaal gerecycled materiaal, bubbeltjes plastic, een laagje dun schuimplastic. En kartonnen platen had ik nog liggen van verpakkingen van lege doeken. Oh ja, ik heb toch nog wel wat gekocht. Brede plakband en de stickers, breekbaar. En heel eerlijk, ik vind het opsturen nogal eng. Komt het wel goed aan? Zit het wel stevig verpakt? Wat als er iets gebeurt met het werk? Veel fijner en leuker en gezelliger is het als je het werk komt halen in mijn atelier. En als het echt groot is, huur ik een karretje en kom ik het langs brengen. Welk werk kan ik voor jou inpakken? Kijk op mijn website.